Dat heb ik jullie allemaal met plastic zakken zien lopen. Supporter van Schoon. Hoe kwam dat zo? Nou, dat kwam eigenlijk door een jochie, Ruben Slaat, hier op de Schelvorst. Die is een beetje bevangen geraakt door alle vieze troep die overal ligt. En die is eigenhandig, loopt hij zijn buurtje rond om vuilnis te rapen. Hoe oud is de jongen? De jongen is 6 jaar. Nou, en wij vonden dan als wijkcommissie vonden we dat zo knap. Ik zei, nou, daar moeten we wat mee doen. En gezien ook dat wij dan wel vrij actief zijn, ook met de vuilnis en met het milieuplein hier dat het ook allemaal niet goed gaat. Daar zijn we heel erg mee bezig. Was dit een mooie gelegenheid om hier iets mee te doen. En toen hebben we gezegd van, de wijkcommissie heeft één keer in de maand een vergadering. En we gaan een uur voor de vergadering, gaan we met de hele wijkcommissie, gaan wij straatvuil opruimen. En we zijn dus min of meer geïnspireerd door Ruben. We zijn naar hem toe geweest en er is een leuk interview van gemaakt. Hij heeft een leuk cadeautje van ons gekregen en hij is er nu vanavond, is hij er ook bij. Hij is dol enthousiast en zijn moeder is erbij. En er is een behoorlijke opkomst geweest. En we zijn dat van plan om dat eenmaal per maand te doen. De gemeente die heeft alle toestemming gegeven. We hebben ook voor alle attributen en voorzieningen die ervoor zijn. Ook het afvoer van de vuilnis is geregeld. Dus ik denk dat we hier een leuke geste hebben gedaan naar de wijk toe. En ik zeg van, als er op die avond mensen zijn die zeggen van, nou, ik vind dat ook heel belangrijk. Laat ze 's avonds komen. Het komt altijd in de krant te staan wanneer het is. Het komt in Almeloos Weekblad te staan wanneer het is. En kom ons helpen. Je doet er niemand kwaad mee. Je houdt er een mooie schone wijk aan over. Evelien. Ja? De enige echte. Ja. Ja. Jullie organiseren met z'n drietjes deze wandeltocht. Hoe is het gegaan? Nou, dit jaar was wel het meest stressvolle jaar. Dit is onze 7e keer. En het weer was dit jaar wel extreem onvoorspelbaar en lastig. Maar gelukkig lopen we vanavond, dus de afsluitende avond. Dus daar zijn we heel blij mee. Dinsdag hebben we het af moeten lasten. En dat was maar goed ook, want er was toch onweer en veel, veel regen. Dus het was gewoon goed dat we het niet door hebben laten gaan. Hoeveel doen er mee? Dit jaar zo'n ruim 260, 270? Ja. Ja. 260, 270 mensen. De meeste lopen er 5 en we hadden dit jaar maar 18 mensen voor de 10. Zijn er veel kinderen bij? Ja, heel veel kinderen. Ja. Dus wij willen dat gezinnen met z'n allen volledig meedoen. En niet alleen de kinderen. Wat staat ons nog meer te wachten vanavond? De Harmonie die haalt de wandelaars in. En die komen dan achter, dus de wandelaars lopen achter de Harmonie een stukje A-dorp en komen hier naar het A-hoes. En dan krijgen de wandelaars een lekker frietje aangeboden. En natuurlijk hun medaille en voor de kinderen een kinderdiploma en een snoepmedaille. Elke stad, plaats heeft dezelfde medaille. Dus, En ze kregen een frietje? Ze krijgen een frietje van ons, ja. Dat wel verantwoord? Ja hoor. Ja hoor. Dat is gewoon een aardappel. Dat is, schijf van mooi 5. Klein frietje. Ja. Schijf van 5. Ja. Schijf van 5? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Is verantwoord. Is verantwoord. Okay. Ze hebben zoveel calorieën verbrand, dus dat kan rustig. Ja, we hopen volgend jaar dat er ook misschien wat meer deelnemers buiten A-dorp een keertje meelopen. Want het is gewoon een hele mooie tocht. Dus. En dan vooral de 10 kilometer. Hè? Ook? Ja, ja, vooral de 10. Ja. Het is vooral heel erg gezellig. De gezelligheid is heel erg belangrijk en dat straalt er ook echt vanaf. Je ziet ook de mensen die vonden het erg spannend ook vanmiddag. Zou het wel of niet doorgaan? Oh, wat zou het toch jammer zijn als het niet door zou gaan. Dus we hopen voor volgend jaar dat er, net wat André Evelien zei, dat het nog meer mensen van buitenaf aantrekt. En ook voor de 10 kilometer, dat we die ook gewoon wat meer mensen kunnen inzetten. En daar hopen we op. En wij heten echt alle drie Evelien. Nou Evelien, bedankt hè. Graag gedaan.
toen we hier het water in de binnenstad terug gingen brengen, was natuurlijk ook een van onze zorgen om de waterkwaliteit in orde te houden. Dus we hebben gedacht van, hoe zorgen we er nou voor dat fris water blijft? En toen zijn we onder andere met vechtstromen aan de praat gekomen. Zo van, kunnen jullie ons daarmee helpen? En is ook contact gelegd met deze partij die drijvende tuinen aanlegt. Wij zijn hier voor de gemeente Ammerloo bezig met een project om eigenlijk een project met een tweeledig doel. Dat is A, een verbetering van de ruimtelijke ordening. Dat betekent dat we meer groen terugbrengen in de stad. En als tweede een verbetering van de waterkwaliteit. En dat doen we eigenlijk doordat wij waterplanten laten drijven in het water. Het is een heel nieuw idee, het is een heel nieuw gedachtegoed om vanuit een drijvende structuur te werken. Het is ook niet zo heel algemeen bekend, hè, omdat we het eigenlijk 4,5 jaar geleden gestart zijn vanuit een innovatie voor Rijkswaterstaat. Maar ja, goed, als je het kostenplaatje gaat bekijken, dan kom je op een punt dat je denkt van, nou, het is een hele voordelige manier om voor een groene oplossing te kiezen. Want ja, een andere stap had geweest om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Nou ja, en dan moet je voorstellen dat je kaders moet afbreken en een schuinte moet aanbrengen in het water. Water in een stad is altijd iets lastigs. En waarom? Wij hebben de natuur naar onze eigen hand gezet. Als je kijkt naar het meeste water wat hier in stedelijk gebied is, dan staat dat in damwand en steen. En dat is ervoor omdat je dan langs de kade een boot aan kan leggen. Maar wat men vergeet is dat water dieper dan 1,20 meter, 1,30 meter, daar groeit niks meer omdat daar geen zonlicht doorheen kan komen. Dus wat we eigenlijk creëren is een kale woestijn voor het onderwaterleven. Nou, en daar moeten we wat aan doen. En op het moment dat we vegetatie laten drijven in het water, dan kunnen we die hele kadestructuur behouden. Hoeven we geen natuurvriendelijke oevers te maken. Maar zorgen we er wel voor dat er een goede habitat, dus een goede leefomgeving is voor alle beestjes en visjes in het water. En jullie gaan de fietsen controleren, hè? En wat houdt dat in dat jullie dat gaan doen? Wij gaan hier vandaag helpen bij deze organisatie, zeg maar, om het fietsexamen goed uit te voeren. En dat ze een goede fiets hebben en dat wordt gecontroleerd. Juist, en tot nu toe hebben jullie al een fiets gezien die niet goed is? Nee, tot nu toe nog niet. We zijn al maar net begonnen. Ik denk dat er nu 2 of 3 fietsen doorheen zijn gegaan. Dus. Dus jij moet ook even helpen om te kijken of het allemaal lukt? Ja, klopt. Heel veel succes erbij. Dank u wel. Emma, jij doet vandaag mee met de verkeersproef. Weet je al een klein beetje wat het inhoudt? Ja. Ja, en wat dan? Fietsen en dan zorgen dat je het haalt of zo. Ja, aan de verkeersregels houden. En welke school zit jij? Almeloze Montessori school. Juist. En ik heb gehoord dat jullie al een hele poos staan. Ja. Waren jullie bang dat je te laat kwam of zo? Ja, Chelsea wel. En Chelsea staat er ook bij. Chelsea, kan je een klein beetje naartoe buigen, zodat jij iets kan zeggen? Ja. Hoe lijkt het jou om aan die verkeersproef deel te nemen? Denk je dat je dat gaat halen? Ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon goed aan de verkeersregels houden en dan komt het wel goed. Ja, want moet jij vaak verder fietsen naar school? Ja, ik moet bijna elke dag naar school fietsen. Ja, je moet elke dag naar school, maar woon je ver van school? 20 minuutjes of een kwartiertje. Zo. Ja. Dus jij kent Almelo al een beetje? Ja. Maar heb jij niet eigen gewoontes dan? Ja, soms als ik geen zin heb om te stoppen, ga ik te rood. Oh, maar ik geloof niet dat je dat vandaag moet gaan doen. Weer de verkeersproef. De kinderen van je school die staan hier al een hele poos. Ze hebben er wel zin in, geloof ik. Ja, die hadden we gezegd van kom zo snel mogelijk, want we zijn als eerste aan de beurt. Wat warm vandaag, dus daar zijn we zo snel mogelijk klaar, hoop ik. Ja, want ze zijn al wel gewend om veel te fietsen, begreep ik. Omdat ze van alle kanten uit Almelo naar die Montessori school komen. Wat denk je, gaan ze het halen vandaag? Ja, dat weet ik wel zeker. We hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. We hebben het hele jaar hebben we verkeerslessen. We hebben vorige week vrijdag nog even de fietsen gecontroleerd op school. Dus ik verwacht eigenlijk helemaal geen problemen. Ja, want er is ook een speciale fietsenmaker aan dit hele project verbonden. En zijn jullie daar geweest of is dat weer een eigen fietsenmaker? Nee, wij hebben gewoon zelf het gecontroleerd met de leerkrachten. Dus jullie geloven erin? Wij geloven erin. Ik volste vertrouwen in de kinderen van onze school. Ja. Dankjewel en veel succes vandaag. Ja, dankjewel.
Leven zonder afval. Kan dat? Jazeker, zegt Emily Jane Townley. Maandagavond kwam ze in een volgepakt natuurhuis bij TVN vertellen hoe je dat klaarspeelt. Hoe is ze ertoe gekomen? Ja, eigenlijk een hele tijd geleden alweer, 4 jaar geleden. Ik had altijd een duurzaam levensstijl met mijn kinderen. Eigenlijk gewoon wat andere mensen ook doen. Lichten uit, verwarming laag, gewoon de normale dingen, veel op de fiets. Toch ontbrak er iets in mijn leven waarbij ik dacht van... hoe kan ik ooit een klein beetje duurzaam zijn met zoveel afval dat we produceren? Zeker vanaf het moment dat we kinderen kregen. Dat is gewoon... Die luiers natuurlijk, hè? Ja, luiers waren vooral inderdaad een enorme berg. Dus elke week een volle kliko. En dat vond ik echt wel een beetje vervelend worden. En toen dacht ik, ik moet daar wat mee gaan doen. Is het eigenlijk mogelijk om te leven zonder afval? Ik denk dat veel meer mensen dat zich afvragen. Ja, zeker. Het is absoluut mogelijk. Ik denk dat niemand de 100% zal halen. Dan moet je echt denken aan hutje op de hei en heel moeilijk doen. En dat gaat natuurlijk voor heel veel mensen niet lukken. Maar je kan ontzettend ver komen. En zelfs met hele kleine dingen, veranderingen in je levensstijl, kom je echt heel erg ver. Wat is voor jou het nut geweest van deze avond? Nou, meer het besef van wat we eigenlijk allemaal van afval hebben. Hè? En dat alle containers en zo, dat gescheiden afval, dat doen we eigenlijk allemaal wel. Maar die weigering, die vond ik heel erg mooi om te zien. Ze had een omgekeerde piramide gemaakt. Daarin zag ik dat weigering, daar begint het mee. En dan recyclen en hergebruiken, hè? Dat is meer onderaan. Hè? En ik denk dat voor veel mensen het omgekeerd is. Hè? Dat je het gauw begint bij, ik doe het in de papierbak. Het wordt gerecycled, ik ben goed bezig. Dat is ook wel zo. Maar hier wordt het omdenken meer. Van, het begint bij het weigeren. Dus dat er überhaupt al minder papier in je huis is. Plastic en dergelijke. En denk dat je dan al een heel goed begin hebt. Kan je ons Twentenaren een tip alvast geven? Ja, zeker. Zoals vandaag, heel warm. Dan heb je natuurlijk water nodig. En dan neem ik altijd een roestvrijstalen fles mee. En die vul ik steeds weer met vers water. Dus dat scheelt natuurlijk heel veel plastic flessen. Ja. Nou, verder brood, groente, fruit, pistoletjes, croissantjes. De lekkerste dingen halen we allemaal in huis door gewoon een tas mee te nemen naar de markt of naar de supermarkt. Mm-hmm. Ja. Ik zag dat je ook een soort netjes, ik dacht wasnetjes bij je had. Ja, klopt. Het zijn inderdaad geen wasnetten, maar gewoon netten voor de groenten of fruit. Daar kan je aardappels in doen en van alles en nog wat. En dan kan je dat gewoon meenemen naar de supermarkt of de markt. En dan vul je het helemaal met wat jij wil kopen. Nou, ik denk dat ik inderdaad veel meer moet gaan zoeken naar middelen zonder plastic verpakking. Ik ga al naar de markt, waardoor ik geen plastic verpakking krijg. Maar ja, af en toe denk ik van, nou ja, dan haal ik het maar bij de supermarkt. Dus... ik moet er veel bewuster mee omgaan, denk ik. Dit beeld uit 1977 staat op de fontein op de hoek van de Kerkstraat en de Grote Straat. Willy Albers Pistorius Fokkemans staat bekend om bronzen beeldhouwwerken van kinderen en dieren. Het idee en initiatief kwam van voormalig burgemeester Schneiders.